Ik geef er de voorkeur aan om mijn geest onvolledig te laten. Ik wil het leven leven. Genieten van reizen. Natuur, kinderen en familie. Ik wil geïnspireerd raken door alles wat mij ontroert. Alles wat geestelijke bloedarmoede bestrijdt. Het meesterwerk van een ander bewerken. Dat blijft een risico. Welk signaal geef je af? Wat wil je daarmee bereiken? Kun je zelf niks bedenken. Viel er nog iets aan toe te voegen aan dat meesterwerk? Viel er nog iets aan het origineel te verbeteren? Ik schrijf niet alleen voor de lezer van vandaag. Ik schrijf voor alle lezers die er nog kunnen komen, zolang onze taal leeft. Hij vergeet dat er een natuurlijke kracht in hem schuilt. Talent, wilskracht, genialiteit, het zijn natuurverschijnselen. Zoals meren, vulkanen, bergen, sterren en wolken. Chopin heeft heel veel facetten, heeft heel veel kanten. Zowel als persoon als als componist. Maar juist het gegeven dat Chopin ook een groot improvisator was, hij kon geweldig improviseren. Juist dat facet is natuurlijk voor mij als jazzmuzikus, hè, waarin natuurlijk ook heel veel geïmproviseerd wordt, heel interessant. Ik ben Georges Sand, beroemd schrijfster uit de 19e eeuw. En op het moment dat ik daar op het podium ben, heeft mijn goede vriend Gustave Flaubert tegelijkertijd een première. Want hij heeft namelijk een roman bewerkt van een vriend tot toneelstuk. En die gaat die avond in première. En dat is heel erg spannend voor hem. En hij maakt zich daar heel erg zenuwachtig over. En ik heb contact met hem via een mobiele telefoon. Kan natuurlijk eigenlijk niet, maar nu en vroeger komen eigenlijk samen. En ik wissel tijdens de voorstelling met het publiek eigenlijk van gedachten over kunst, schrijven, succes, al dat soort zaken. Dus daar gaat het over. Nou, dit project is voornamelijk bijzonder omdat ik de kans heb om heel veel kennis over Braziliaanse ritmes, Cubaanse ritmes, West-Afrikaanse en Oost-Afrikaanse ritmes toe te voegen aan de muziek van Chopin. Ja, dat is gewoon heel erg mooi om te doen. Het geeft een extra laag aan de muziek, naar mijn mening. Want het is natuurlijk pianomuziek en die is prachtig op zichzelf. En daarnaast is het ook heel bijzonder dat we een beetje een onconventionele opstelling hebben op het podium. Ze zitten rug aan rug en daardoor ben ik helemaal aangewezen op mijn oren. En dus ik heb geen visuele hints of wat ik kan volgen aan cues in de muziek. Dus ik moet echt op mijn oren spelen. En deze opstelling is ook een open opstelling. Dus mensen kunnen meekijken wat ik aan het doen ben. Ze kunnen naar mijn voeten kijken, wat normaal niet echt mogelijk is om te doen. En ik speel ook percussie en je ziet wat er gebeurt met mijn handen. Ja, dat maakt het heel erg bijzonder. Transcending Chopin is een bijzonder project voor mij, omdat ik daarmee mijn ervaring in de klassiek muziek en de jazz kan combineren. Uiteindelijk is muziek universele taal.